Kijk, je bent Clara. Jij bent de moeder van de voedselbank. De godmother. De godmother, vind ik. Maar goed. In 2002 heb jij in Rotterdam de allereerste voedselbank gestart. Hoe kwam je op het idee? Heb je even? Nou ja, het valt wel mee. Nee, Sjaak, dat is mijn man en ik, die kwamen in een uitkeringspositie terecht. Nadat we zelf 4 jaar aan het schulden saneren zijn geweest. Dus de verhalen van die kant kennen we. Telefoon doorpakken, ongeopende brieven en zo, omdat het toch wel weer voor de deur waard was. 4 maanden zonder stroom thuis gezeten, onverzekerd rondgelopen met 4 kinderen. We kennen die kant van het verhaal. We hadden dat achter de rug, daar zijn we uitgekomen en we kregen een uitkering. En de boodschap, jullie zijn te oud. Geen opleiding, dus we zijn echt ongetogen niet mee hoor. Door die dakken. En we hadden zoiets van, ja dat is mooi, een uitkering met je gezinnetje. Dat is iedere maand wat we binnenkregen, dat was helemaal waar. Maar het is wel geld van de samenleving, dus wij zijn een beetje in dienst van de samenleving. En wat doe je daar dan voor terug als uitkeringstrekker? En de tweede... Jullie waren je tijd vooruit, want nu is de overheid dat aan het propageren. Ja, we hebben zoveel mensen geïnspireerd. De tweede poot voor onszelf, en dat is gewoon heel persoonlijk, is dat we zijn bij een christen. En zochten ook naar een vorm om daar handen en voeten aan te geven. En dan niet vanuit de kerkbank. Want de voedselbank is vanaf het begin per definitie geen christelijke of kerkelijke organisatie. We hebben er heel bewust voor gekozen. Maar het is wel onze drijfveer geweest. En die combinatie, ja, zonder dat we dat wisten, heeft ons gebracht waar we nu zijn. De allereerste voedselbank. Jullie begonnen misschien heel kleinschalig, vanuit de bijkeuken of de garage. En dat werd langzaam groter. Hoe ging dat? Nou, bijkeuken en garage hebben we nog steeds niet hoor. Toen ook niet. Maar ja, dat was inderdaad, we kregen een oude loods in Berkel en Rode Reis in bruikleen. Dat ding stond kan op instorten, maar het had wat, wat ruimte voor ons. We gingen wat publiciteit zoeken natuurlijk, want je komt in Rotterdam als eerste bij Unilever aan. En dan kom je niet verder dan de portier, want die zegt van ja, meneer Sies, die ken ik niet en de voedselbank die ken ik niet, dus gaan jullie maar leuk buiten spelen. Dus wat naamsbekendheid en een artikel in november 2002 in toen nog het Rotterdams Dagblad. Ja, dat heeft de sluis opengezet die tot op de dag van vandaag, welkom, tot op de dag van vandaag nog niet gesloten zijn. We zaten in no time in televisieprogramma's bij Andries Knevel aan tafel, Caro, wat was het, op zondagavond een nieuw item van zeker 20 minuten geloof ik. En, ja, dat heeft zoveel losgemaakt. Dat op een gegeven moment, na 4 jaar al, zaten we in Rotterdam met zo'n 75 lokale voedselbanken die iedere week naar Rotterdam toe kwamen om hun spul op te halen. En toen hebben wij geroepen van, dit kan zo niet. Wij worden hier ten eerste knettergek. Maar ze kwamen ook uit Oost-Groningen met een busje, 3,5 uur rijden naar Rotterdam, inladen, 3,5 uur terug. Dat moet anders. Dus toen hebben wij een soort eerste landelijke dag bijeengeroepen. En daaruit is nu inmiddels de Vereniging Voedselbanken Nederland ontstaan. Jullie begonnen met de voedselbank, maar je hebt waarschijnlijk ergens het idee opgedaan om het zo te noemen. In België waren jullie geloof ik op bezoek geweest, hè? Dat klopt. In 2002 kwamen wij iemand tegen die ons vertelde over de voedselbanken in België. En op dat moment waren er 13 landen in Europa die met dit concept al werken. Dus tegen armoede en verspilling. Uitspraak van moeder Teresa. We zijn daar gaan kijken inderdaad en hebben in Nederland als eerste de voedselbank geïntroduceerd. Dus het concept hebben we niet bedacht. Maar ja, we hebben het wel doen landen hier in het land. En hoe, want er zijn er nu al 150 begreep ik. En meer dan... 157. En heel veel voedselbanken. Jullie hebben veel kennis gedeeld. Dus zijn er veel bij jullie op bezoek geweest. Op een gegeven moment liepen ze de deur plat, begreep ik. Ja, daar kwam het wel op neer. Ik bedoel, het was file, we moesten echt tijden gaan afspreken. En dat werkte gewoon niet meer. Dus die structuur die erin moest worden gebracht. En de organisatie die erin moest worden gebracht.
daar hadden wij gewoon in Rotterdam helemaal geen tijd voor, want wij waren als een gek achter al die ontwikkelingen aan het rennen. En we hadden gewoon een breder platform nodig om dat te gaan regelen. En dat is niet ons ding, structureren en stukken schrijven. Daar zijn wij gewoon niet zo goed in. Dus daar hadden we anderen bij nodig. Ben jij nog betrokken bij de voedselbank die je hebt opgezet? Zijn jullie daar nog bij betrokken, jij echtgenoot? Ja en nee. Ik ben vorig jaar oktober officieel al bij Rotterdam weggegaan. In juni vorig jaar uit het landelijke bestuur. En ik ben nog een beetje met het landelijke bestuur in overleg. En we komen over een paar dingen gewoon niet helemaal uit. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jullie de wrange eer hebben om getuige te zijn van de laatste optreden. Maar dat weet ik nog niet. Nee, dat weet ik niet. Dus dat gebeurt ook. Je hebt het opgezet, het is en blijft op je kind. Maar de eerlijkheid gebiedt me dat, zoals sommige dingen nu lopen. En ik heb ontzettend veel respect voor wat allemaal gebeurd is en gedaan wordt en is. Zowel vanuit het landelijke bestuur als de lokale voedselbanken. En dat blijf ik gewoon een warm hart toedragen. Maar je kan soms op een punt komen dat, zoals het voor mij voelt, dat je een soort bedelaar in je eigen huis voelt. Dit klinkt alsof de bedrijfsopvolging een thema is wat op een gegeven moment in het doorontwikkelen van voedselbanken komt dat een keer aan de orde. Je hebt het heel lang gedaan, je kan het niet heel erg blijven doen en hoe draag je het dan over aan anderen? Ik kan me voorstellen dat de kennis die jullie daarover hebben opgedaan voor heel veel voedselbanken van belang is om zich te gaan, misschien wel alvast te gaan bedenken als je het ooit overdraagt, hoe je dat kan gaan doen. Want dat is voor bedrijven zijn er cursussen voor, dus dat is een hele klus. Ja. Dankjewel. Heel graag.